Viva la France! Bij Poi's Wat Maak Je Menu? En daar hoort bij een Franse specialiteit, ratatouille. En voor dit gerecht heb je de volgende ingrediënten nodig. Ratatouille is een groentegerecht. Er komen veel groenten in. Onder andere aubergine, courgette, verschillende kleuren paprika, uitjes, knoflook en tomaten. De tomatensaus, olijfolie en lekkere kruiden zoals rozemarijn en tijm. Dan gaan we dat combineren met peterselie-aardappelen met krieltjes, roomboter en peterselie. En een heerlijk varkensfiletje en natuurlijk een lekker glaasje rode wijn erbij. De ratatouille, die bestaat uit tomaten en die tomaten moeten we even ontvellen. Dus even een kruisje aan de bovenkant en een kruisje aan de onderkant. Zo. Kokend water. De tomaten erin. Even de schuimspaan erbij. En even wachten tot het velletje loslaat. Dat duurt ongeveer een half minuutje. Zo. Zo. Dan die tomaten uit het kokende water in het koude water. En dan kan je zo in één keer het velletje eraf halen. Kijk, het gaat heel gemakkelijk. Oké, dan gaan we die tomaten vast eventjes in vieren snijden. Zo. Hoog vuur. Klein beetje olijfolie in de wok. Een eetlepeltje. Koksmes erbij. En de uien in halve ringen. Ratatouille is een echte specialiteit uit Frankrijk. Een echte groentespecialiteit. En dus eigenlijk ook heel erg geschikt voor een vegetarisch gerecht. Mooie halve uieringen gesneden. Die doen we gelijk in de olie. Zo. Knoflook erbij. Dan de courgette. Groente is allemaal gewassen. Kopstukjes eraf. In de lengte door de midden. Dan nog een keer door de midden, dus in vieren. Zo. De zaadlijstjes van de courgette er even tussenuit snijden. Die. Deze ondertussen blijven omschudden. Smaak echt even helemaal losmaken. Zo. Bij elkaar. En dan gewoon in grove stukjes snijden. Die kan erbij. En weer omwisselen. En de volgende. Aubergine. De kop eraf. Dat stukje eraf. Precies hetzelfde, door de midden, die helft ook door de midden, nog een keer door de midden en ook deze zaadlijsten eruit snijden en dan de aubergine aan de binnenkant snijden, want dat gaat makkelijker, want een vrij taaie schil. En maar weer omhusselen. En zo stoven we het langzaam door. En dan pakken we de paprika's. Leuk is om dan wat verschillende kleuren te gebruiken. Dus ik ga daar van elk een helft gebruiken.
een rode, een oranje en een gele paprika. Zo. En dan gaan we deze in reepjes snijden aan de binnenkant. Eén keer door de helft. En erbij. En er weer bij. En erbij voegen. Weer goed omhusselen. En dan komen we met de tomatenfrito. Daar blussen we een beetje mee af. Dus een klein beetje van die tomatensaus erbovenop gieten. En natuurlijk mijn verse tomaten erbij. Strooien we er als laatste bij, want het is de meest tere groente die er is. Als je dat te vroeg doet, dan kookt het gelijk helemaal aan pap. Dat moet natuurlijk niet. Nu omhusselen. Kijk eens. Er komt vast een klein beetje zout en peper erop. Even omhusselen. Dan ritsen we daar nog wat tijm bij, verse tijm. En dan moet je alleen die blaadjes van die tijm gebruiken. En die moet je net gewoon die blaadjes er zo afhalen. Nu de rozemarijn erbij. Pas op, rozemarijn is echt heel sterk van smaak. Nogmaals, omwisselen. Zo, kijk. Heerlijk, echt groentegerecht. En dit gaan we op een zacht pitje heel langzaam nog even laten stoken. We gaan de krielaardappeltjes afkoken. En dat zijn voorgekookte aardappeltjes. Dus een krielaardappeltjes opzetten met weinig water. Dan komt er een snufje zout op. En als ze dan koken, kan je ze gelijk afgieten. De varkensfiletlapjes. Hoog vuur. Een klein beetje vloeibare boter in de koekenpan. Dan doen we daar zout en peper op. Zo. Hete boter. Kijk, die sist. Dan mag het erin. En dan kort dichtschroeien. Dus net als een biefstukje bakken. Kort om en om in de pan. Anderhalve minuut aan elke kant ongeveer. Langer beslist niet. Mooi dichtschroeien, dus even lopen met het vlees door de pan. Zo. Andere kant. En klaar. Een beetje aftippen. Mooi op de folie. Even goed toedekken. Zo. Van die krielaardappeltjes maken we heerlijke peterselieaardappeltjes. Kort gekookt. Klontje roomboter erop. Zo. Fijn gehakte verse peterselie. Deksel eventjes op de pan. Zo. Eventjes omschudden. Zo. Kijk. Prachtige peterselieaardappel. Nu nog even het vlees trancheren. Dat is nog prachtig warm. Zo. Eventjes op de snijplank en dan gewoon even dun. Mooi zacht roze van binnen. Even in vier mooie tranches. Even bij elkaar houden. Dan hou je de temperatuur er mooi in. We gaan het gerecht afmaken. Gebruik altijd voorverwarmde borden. Die mooie ratatouille op het bord. Mooi zo centraal in de midden. Want ja, daar gaat het toch een beetje om. Dan leggen we dat vlees erbij. Zo vooraan. Even een klein beetje uit elkaar halen. Zo. Mooi waaiertje. Dan komen de krielaardappeltjes erbij. Zo. Bij Poys presenteren we deze week een Franse specialiteit.
ratatouille met peterselie-aardappelen en een heerlijke varkensfilet. En wat doen we daarbij? Natuurlijk een heerlijke Franse wijn. Santé et bon appétit.